Net was de echte boven. Ik denk dat de echte nu beneden is. Oh, hij is daar. Oh man, die vuurbal raakte mijn hart. Yo Nintendo fans, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn alweer aangekomen bij aflevering 3 van The Legend of Zelda Link's Awakening voor de Nintendo Switch. En als je nou net als ik denkt van, wat is dit een superleuk steltje, het ziet er zo leuk uit. Ik wil meer van dit zien. Abonneer gewoon even op dit kanaal en druk even op die like knop, dan weet ik dat jullie The Legend of Zelda Link's Awakening nog steeds super duper tof vinden. We moeten naar boven, we moeten naar het moeras. En we pakken even zo'n Guardian Acorn op, waarmee we ervoor zorgen dat we een betere defense hebben. Dus dan gaan er minder hartjes vanaf als ze een keer geraakt worden. Wij kunnen hier overheen, maar misschien moeten we deze kant op. Ik weet niet of we links of rechts moeten. Ik weet het niet. Even kijken, hier was meneer Schrijf. Meneer Wright was daar. Changeom, die komt natuurlijk met ons mee. Die heet in deze game Bow Wow. Ik bedoel, het is Changeom, maar hij heet Bow Wow. Hij heeft een nickname gekregen van het mevrouwtje. Oeh, en hij had bijna visie gegeten daar zo. Lekker. Ja, nice, nice. Oh, kijk. Changeompie, die helpt even om al die plantjes hier op te eten. Dat is wel handig, want wij kunnen zelf die plantjes namelijk niet kapot maken. Dat doet Changeom voor ons. Lekker, man. Oké. Nice, oeh, daar gaan we hier naartoe. En dan zijn we aangekomen bij de tweede tempel in deze game. Tenminste, als Changeomp deze ook nog even opeet. Lekker, Changeomp. Ja, ik ben nog steeds niet sterk genoeg om dit soort blokken op te tillen. Laten we gewoon naar de tweede tempel gaan. En ja hoor, daar zijn we aangekomen. Kunnen we wel deze optillen? Nee, die kunnen we ook nog niet optillen. Waarschijnlijk krijgen we dan in deze kerker wel meer kracht. Zodat we ook potjes en steentjes op kunnen tillen. Hier links hebben we een sleutel voor nodig, dus we gaan naar rechts. Dan gaan we eens even kijken of we die sleutels kunnen fixen, jongens. What? Oh, snap! Dat was gewoon een skelet met superpowers. Skelet met superpowers, maar dat is niet genoeg, jongen. Link is de echte eindbaas. Hoppa, nice. Oké, sleuteltje. Dan pakken we gelijk even die kamer hier links. Dan hebben we dat ook alvast gehad, want ik denk dat dat de bedoeling is van deze dungeon. Dat we Auw! Ah! Geef me hartjes. Wat gebeurt er als ik deze twee aansteek? Nee, helaas. Geen geheimpie. Oh, man. Ik liep veel te snel die kamer in. Hier wel? Gebeurt er hier wel wat? Nee, ook niet? Oké. In dat geval springen we gewoon hier naartoe. Pakken we deze kist. En wat zit erin? Hier zit de stone beak in. Waarmee we dus hints kunnen vragen van de stenen uilen die in de dungeons altijd verstopt zitten. Wat als ik nou geen poeder meer had, hè? Of moet ik hem wel verslaan om wie... Ah, om hier weer uit te kunnen. Potverdorie, man. Ik ben echt bijna dood. Ja, we moesten hem dus inderdaad verslaan om hier uit te kunnen. Even oppassen voor deze dingen. En deze dingen. Oh, man. Ik heb gewoon nog maar één hartje over. Kom op, Link. Je kan het. We moeten nu hier naar rechts, want we kunnen niet naar beneden. Waarschijnlijk is dit een hint over die blokjes. Part of the floor is raised. Tap the shining crystal. Hoppa. Oké, dan kunnen we niet meer terug, maar we kunnen wel naar beneden. Oh man, shy guys. Hoppa. Of nee, dit zijn niet echt shy guys. Ze lijken een beetje op shy guys, maar het zijn geen echte shy guys. Wat zit er in dit kistje? Hoppakeetje, een sleutel. Kijk, dat is lekker. Dan gaan we nu eens even naar deze kant. Nou, dan kunnen we hier lekker gaan springen. Hoppa, hoppa. Hoppa. Yep, yep. Kistje. En wat zit erin? Ah, nog een sleuteltje. We hebben nu twee sleutels. En in ieder geval weer twee hartjes. Dat vind ik ook wel fijn. Jump, 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 jump. Hoppa, nice. Oh, hier, shy guys. Hallo? Oh, wacht, wacht. Kan ik jullie met spin attack? Yeah, awesome. En nog een spin attack. Bam, op je bakkes. Oké, sleuteltje nummer 3 ligt daar. Laat ik even teruggaan. Wij gaan even weer deze kant op. Zo, even terug. Want er was nog een deurtje daar die we open moesten maken. En dan kunnen we gelijk even deze sleutel pakken. Hoppakee, sleutel nummer 3. Gaan we naar links. En dan gaan we... Oh, wacht even. Hop. Gaan we nu wel echt naar links. En dan maken we even deze deur open. We hebben nog twee sleutels over, dus dat is helemaal prima. Shy guy. Bam. Lekker hoor. En het volgende kistje. Hier zit hier een map of de kompas in. Ja, de kompas. Dus nu kunnen we kijken waar alle kistjes zich bevinden in deze dungeon. Ja, in de eerste kamer is natuurlijk ook een kistje, maar die kunnen we nog niet pakken. Lijkt toch best wel een grote dungeon. Oké, let's go. Zijn we hier aangekomen. Moeten we deze omzetten. Hier naartoe. Hier naartoe. Hier naartoe. En dan zijn we weer waar we net ook waren. Even kijken of die shy guys misschien nog hartjes voor mij hebben. Oh, je moet echt vanaf de achterkant, hè? Ja. Zijkant lukt niet. Bam!
Geef nou hartjes. Ik wil geen muntjes, ik wil hartjes. Ik heb al de hele tijd nog maar 2 hartjes. Dit moet ik denk ik met mijn schildje. Ja, oké. Cool. Deze lijken ook weer op Spinies, hè, uit Mario. Alleen dan met een ander kleurtje. Maken we deze deur even open. Let's go. Moet deze hier naartoe duwen, denk ik? Het ziet er wel naar uit alsof we die blokjes moeten duwen hier. Ja, lekker. Ik heb een hartje. En ik heb een power. Nice. En we hebben een kistje. Oh nee, we hebben een doorgang. Nice, nu kunnen we naar beneden. Okay, we gaan best wel snel, man. Lekker bezig, Linky. En hier naar boven. En dan nog een jumpy. Hier naar boven. Lekker. Ondertussen ook weer 3 hartjes. Kijk, hier nog meer hartjes. Nice. Moet ik even deze vleermuis slopen? Of moet ik even hier het licht aan doen? Krijgen we dan ook weer een geheimpje? Nee? Oké, let's go. Door deze deur. Hier is denk ik een tussenbaas. Ja, dat dacht ik al. Want er was zo'n deurtje waarbij je niet meer terug kan. Hoe gaan we... Oh, we gaan jou gewoon slaan. Auw, gast. Rustig, man. Rustig. Nee, je hoeft geen bommen te gooien. Nee, hoeft niet. Auw. Laat me met rust, man. Doe eens normaal. Oké, dit gaat niet helemaal goed. Dit gaat echt niet helemaal goed. Pak hem. Ontwijk hem. Lekker. Nu hebben we eindelijk ontweken. Nice. En daar gaat hij. Deze Cyclops Carbonkel miniatuurgast. Ik wist even niet hoe ik hem noemen moest. We hebben in ieder geval een veetje. Dus we kunnen weer door met volle hartjes. Ja, we kunnen nog steeds deze niet omhoog doen. Dus dan moeten we hier naartoe. Wat heeft de uil te zeggen? First defeat the imprisoned pulse voice. Last the skeletal stalfos. Ik weet niet precies wat het is, maar oké. Okay. Helemaal top. Moeten we wel even dit kistje? Ja, lekker. Nice. Dat ging best wel soepel. Hoppakee, de map in onze pocket. Kunnen we nu ook even naar alle kamers kijken, maar dat doe ik even in de volgende kamer. Zo, hoppa. Oh, deze dungeon loopt helemaal rond, joh. Oké, cool. Ik heb nog 1 sleutel over, die ga ik hiervoor gebruiken. Oh, boos? What? Zitten er ook gewoon boos in deze game? Dat meen je niet. Oké dan. Die zag ik helemaal niet aankomen, man. Shy guys hebben Goomba's, boos, alles. Dit is zo tof. Hoppakee. En we hebben hier de Power Bracelet. Kijk, nu kunnen we inderdaad gewoon potjes oppakken en stenen oppakken. Dat is wat we willen. Nice. Kijk. Hoppakee. En een roepie erbij. Hoppa. Ja, kijk. Dit is wat we willen. Er zijn geen obstakels meer voor Link. Kan ik deze slaan? Ja, deze kan ik slaan. En dan kan ik gewoon door. Nice. En nog een sleutel. Alleen ik kan hier niet verder. Toch weer... Oh nee, ik kan hier wel verder. Ja, dit gaat helemaal top. Het gaat helemaal goed komen. Even al deze vleermuisjes verslaan. Oh, en dit skelet, man. Irritant skelet. En deze gast moet ook even naar beneden. Doei! Even kijken. Ja, we kunnen hier nog naar rechts toe. Want we hebben daar ook een sleutel voor. Hier heb je van die bunnies. Hoe ga ik die verslaan? Moet ik een potje op zijn hoofd gooien? Oh, oké. Nee, op zijn hoofd. Nee. Oh, dit gaat helemaal fout. Potje op zijn bakkes. Ja, kijk. Zo verslaan we hem. Nice. En die ook. Hoppa. Oké, we gaan best wel hard, man. Er zijn nu natuurlijk nog 2 kistjes te vinden. Even kijken. Oké, als we hierop staan, dan gaan we naar beneden. En door. En door. Oh. Moeten we zwaarder zijn voor deze blok? Deze blok, vriend. Ja, kijk. Dit is de oplossing. Als iets niet lukt, is er altijd wel weer een oplossing in Zelda. Oké, hier kunnen we dus de baas verslaan, maar we hebben de grote sleutel nog niet. We hebben de master key nog niet, dus we moeten even terug. Nou, dan gaan we even een klein stukje teruglopen. Kunnen we hier nog naar beneden? Oh, hier was denk ik die puzzel. Want je hoorde net een geluidje. Hier moeten we die gasten in een bepaalde volgorde verslaan. En volgens mij moesten we eerst het konijntje dan verslaan. Konijntje! Yes! En als laatste dan die, denk ik, met dat skelet. Dus dan moeten we nu deze... En dan moeten we nu dit skelet verslaan. En als het goede... Kijk! Kijk! Lekker! Of zit in deze kist dan de master key? Ja, kijk. In deze kist zit inderdaad de master key. Maar ik kan hier nog wel naar boven. Ja, nog meer Goombas. Nice. Oh, een piranha plant. Oh, nu komen we hier uit. Oké. Ik ga nog even dat kistje aan het begin pakken. Kan ik eventjes hiermee warpen. Zo, hoppa. Dan zijn we aan het begin weer. Lekker. Wat zit hier dan in? Kijk, een paarse roepie. Die wil je hier toch hebben. Je wilt toch even die 50 roepies pakken. En dan kunnen we nu richting de baas. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie. Hoe ver zijn jullie al in deze game? Heb je misschien al helemaal uitgespeeld? Of ben je net als ik ook nu zo'n beetje bij de tweede baas? Laat het even achter in de comments. En dan ga ik nu mijn best doen om die baas te verslaan voor jullie, jongens. Jump. Jump. Deurtje open. En gaan. Oké, wat is dit voor droeftoeter? Wat is dit? Oh, het is een fles. Oh, het is een genie in a bottle.
I'm your bad guy this time. Ho ho ho. Oké, vriend. Oké, genie. Let's go. Oké, hij heeft vuur. We moeten duidelijk uitkijken voor zijn vuur. Kan ik hem gewoon slaan? Ik kan hem niet raken nu. Ik denk dat ik eerst moet ontwijken dan. Jij gaat nu vuur gooien. Oké, kan ik hem nu slaan? Oh, ik kan... Ja, ik kan nu dus de flash of zo, die kan ik slaan. Hij zegt, het gaat nog steeds goed met me. Je kleine zwaardje gaat deze bottle echt niet breken. Oftewel, deze flash niet kapot maken. Zelfs de muren hier zien er nog sterker uit dan jouw zwaardje. Moet ik hier... Oh, wacht, ik kan het optillen. Ik kan het optillen. Oh man, maar ik was te laat. No, ik kan het optillen en dan moet ik hem tegen de muur gooien. Oké. Dit is wel een lekkere Ganon reference trouwens. Ganon gaat ook altijd van dit soort ballen op je afgooien. Dat doet deze gast nou ook. Dus bam. Optillen en tegen de muur gooien. Denk ik. En dan gaan we misschien die bottle, die fles kapot maken als we hem vaak genoeg tegen de muur hebben gegooid. Ik zag niet echt iets gebeuren namelijk, maar oké. Of is die nu... Komen er nu barstjes in? Ja, kijk, er komen meer barsten in. Oké, duidelijk. Let's go, genie. Ik heb je doorverdiend. Kom maar dan, met je vuurballen. Gewoon een beetje blijven lopen. Dan is er niks aan de hand. Gaat hij weer in zijn flessie. Klap ik het flessie. Pak ik het flessie. En gooi ik het flessie tegen de muur. Kijk, hoppa, nu is hij vrij. Ah, je hebt mijn fles kapot gemaakt. Nu ben ik echt boos. Oké. Wat? Welke is de echte? Ik weet niet welke de echte is. Dit is de echte. Nekker, we hadden de echte. Net was de echte boven. Ik denk dat de echte nu beneden is. Oh, hij is daar. Oh man, die vuurbal raakte mijn hart. Boven of beneden? Boven. Ja, we hebben hem gewoon met de spin attack. Die was super mooi, jongen, die laatste. Hoppa. Oké dan. We worden nog even wel geraakt door zijn vuurbal, hè? Zag je het? Gewoon nog even, terwijl hij al dood was, werden we nog geraakt. Oh man, als we dan nog maar een half hartje over hadden, waren we alsnog dood. We hebben in ieder geval een hartje erbij. Dat is lekker, we hebben nu 5 hartjes en dan gaan we het volgende instrumentje oppakken. Hé, wat is dit? Is dit een trompet? Nee, I don't know. Ik pak hem gewoon op. Wat is het? Een conchhorn. Een hoorn. Ja. Great impression, Rick. We hebben ons tweede instrumentje te pakken, jongens. Lekker. We moeten nu naar de prairie toe. Nou, helemaal prima. Dan gaan we daar nu naartoe. Chainchomp, eet je even die bloem op. Toppie. Kunnen we nu deze allemaal oppakken? Dat is echt lekker. Nice. Dus dat betekent dat we ook hier naar boven kunnen. En dan moeten we eigenlijk nu gewoon op zoek naar waar de prairie is. Die is sowieso niet hier. Dit is niet de prairie. Wat is dit dan wel? Dat komt de uil ons even vertellen, denk ik. Hallo meneer de uil. De windvis slaapt in het ei hierboven. Als je de 8 instrumenten bespeelt voor het ei, dan wordt hij wakker. Dit, mijn vriend, is de enige manier hoe je van dit eiland af kan komen. Is hier het grote ei? Dat gaan we zien in de volgende aflevering, waarin ik ook op zoek ga naar die prairie. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit nou een toffe game vindt. En abonneer op mijn kanaal als je dit een tof kanaal vindt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik jullie allemaal daar. Mazzel!